bloeden diende te worden gestelpt. Dat deden wij met cauteriseerijzers. Dit is een aardige vorm. Heet stoken en schroeien. Maar we hebben ook voor andere vormen van wonden hebben wij een andere vorm cauteriseerijzer. Daarentegen, als u last had van kiespijn, gingen wij de tandwurm hiermee te lijf. U ziet een canule en een klein cauteriseerijzer. De canule ging op het rottende element. Het cauteriseerijzertje werd loeiheet gestookt. Ik zal het even bij mezelf demonstreren. En... ah! Voor je het weet, heb je je caries, zo heet dat tegenwoordig, gewoon lekker geholpen. Natuurlijk moest er ook wel eens een keer een been vanaf. Want er brak nog wel eens wat en dan moest je amputeren. Dit is een botzaag voor de wat lichtere botten. Een arm of zo. Mocht het daarentegen een bovenbeen zijn, dan hebben wij een wat ruimer bemeten zaag voor u. Voordat wij gingen zagen, sneden wij het vlees weg. Want door vlees heen zagen kost tijd. En het zagen diende zo kort mogelijk te duren. En zo hebben we nog een ander apparaat. Dit is eeuwenlang ongewijzigd gebleven. Heeft u last van constipatie, dan krijgt u een klisma. Geloof het of niet, in mijn laat 15e eeuwse chirurgijnsboek komen wij reeds zo'n model klisteerspuit tegen. Nou, ik hoef u niet te vertellen hoe het werkt. Er ging olie in of een ander lekker goedje. De tuit ging in het achtereind van de patiënt en flots. En normaal gesproken ging de patiënt weer heel lekker naar het toilet.